Hey, wacht even. We hebben jou iets heel erg belangrijks te vertellen nu. Voordat je gaat kijken, voordat je gaat luisteren, willen we je om een gunst vragen. Het zit namelijk zo, met deze podcast maken we heel veel kosten. Dan hebben we het over reiskosten, kosten voor huur van apparatuur en ook kosten voor de samenwerkingen die we aangaan met mensen. Daarom zijn we een donatieactie gestart. Ga naar onze Instagram, MoluxeTakkie, en check de link in bio. Ja, support ons met een kleine donatie. Wat je kan missen, het zou heel tof zijn. Vind je het leuk om naar ons te luisteren en kan je ons een handje helpen? Ja, mega cool. Ik zeg doneer. Prima, Cassie. Bedankt. Welkom bij MoluxeTakkie. Mijn naam is Uriel. Mijn naam is Rio. En MoluxeTakkie is de podcast. Het gaat over cultuur, tradities en het eten niet te vergeten. En vandaag hebben we een speciale gast in ons midden. Super speciale gast. Heel bijzonder. Het is niemand minder dan Henry Timicela. Ik voel me heel erg welkom. Dankjewel dat ik hier mag zijn. Leuk dat je er bent. Ja, welkom, welkom man. Goed dat je er bent. Mooie omgeving hier. Ja, ja, het ziet er heel, het is wel mooi, ja. Meestal kijk ik niet eens rond tijdens een podcast. Maar nee, we zitten helemaal in onze bubbel. Inderdaad, ik ben hier gesprek. Natuurlijk iedere dag. Ah. Dit is gewoon de zesde dag dat ik hier ben vandaag. Maar ik ben heel geblest dat dit mijn werkspot mag zijn. Ja. We hebben het hier naar mijn zin en het is heel huiselijk en ik hoop dat iedereen dat ook voelt. Ja. Ik kan het wel direct hier, dus, maar dat komt ook gewoon door jullie, hè? Ja, bedankt. Ja, bedankt. Zeker wel. Dus ik volg het natuurlijk gewoon via internet. En om hier dan te zijn, en ik ben van huis uit eigenlijk radiomaker, dus zo'n microfoon is mij niet onbekend. Maar het is toch weer even weer wennen. Om erachter te zitten. Ja, en ook dan gewoon bevraagd te worden in plaats van die vragen te stellen. Ga je zeker bevragen. En de vraag die we ook aan jou gaan stellen, Henry, is... Van wie ben jij? Van wie ben ik? Nou, mijn vader is Fred Timicela. En mijn moeder was Silly Timicela Anacotta. En ik ben hun oudste zoon. En ik ben opgegroeid in Tiel. Hele fijne jeugd gehad. Nabij de Molukse wijken. Dus heel erg betrokken bij de Molukse wijken. Beide ouders waren allebei kerkraadslid en actief in het verenigingsleven. Dus het komt vaak voor dat je dan thuis zit en dat er denk ik al allemaal vrienden, ooms en tantes binnenkomen. En die moeten vergaderen en na het vergaderen worden gegeten. Of voor het vergaderen wordt gegeten. Of tijdens het vergaderen wordt gegeten en muziek gemaakt. Dus heel warm opgevoed. Dan heb je altijd in de Molukse wijk gewoond? Nou, op mijn 18e dacht ik van, maar wij woonden dus niet echt in de Molukse wijk, maar echt een blok erachter. Mijn opa en oma woonden er wel. En op mijn 18e dacht ik van, ik ga even kijken of ik ergens anders kan wonen. En toen ben ik uit huis gegaan. En toen ben ik naar Hilversum gegaan. En daar kreeg ik een baantje als redacteur bij Veronica Magazine. En toen was ik uit Tiel. Ja, voor een tijdje. Oh, mooi. En op het moment toen je een beetje ervaring ging opdoen binnen de media, als redacteur, had je ook een bepaalde transitie als journalist, toch? Ja. De reden waarom ik naar Hilversum wilde was, ik vond het leuk om met media bezig te zijn. Mm-hmm. Dus ik had me ingeschreven bij de School voor Journalistiek in Tilburg. En loting, ik kwam er doorheen. Mijn eerste jaar was eigenlijk best wel, hoe zal ik het zeggen, dramatisch. Omdat ik dus, eigenlijk niet, want ik ontdekte dat ik niet voor de schoolbank was weggelegd. Mm-hmm. Het was toen 1999. En de burgeroorlog brak uit op de Molukken. Dus ik was heel erg daarmee bezig. En toen dacht ik van, ik moet toch op een andere manier iets vinden om dat naar buiten te brengen. En toen ben ik in de media gerold. Nou, Veronica kwam er dus bij. En radio kwam erbij. Want ik maakte toen ook vrijwilligersradio bij Radio Salto. Ja. Oras. Shoutout naar Oras. Want daar ben ik ook echt mijn radiocarrière begonnen. En in dat pand aan het Rembrandtsplein, na ons programma, was er een ruimte boven ons. Een groep radiomakers, jonge gasten. En die maakten de Love Lounge. En dat was wat nu Phoenix is. En dan praat ik over 2002, 2003 zo. En ik hing daar altijd op de zondagavond als vrijwilliger. En toen zeiden ze op een gegeven moment, we gaan groeien. We zoeken redacteuren. En zo ben ik in het radiowereldje gerold. En als een van de eerste redacteuren van Phoenix Radio, destijds aan een klein tafeltje in Den Haag, later naar Rotterdam en toen uitgebouwd in Amsterdam en Utrecht, heb ik mee mogen helpen aan dat merk. Wat tof. Ik werk er nu natuurlijk heel veel mee samen met Phoenix. Shout-out Fernando. Ja, zeker. Fernando ken ik nog echt uit die school inderdaad. Ja, ja, super gaaf. Ja. Mooi hoor. Dus daar heb ik dat radiovak een beetje geleerd. Maar het is ook een passie. Je moet het ook echt
superleuk vinden. En mensen in de media moeten ook een beetje gek zijn op zichzelf. Dus ik vond dat ik wel... Je moet echt van zichzelf houden. Je moet een beetje van... Ja, kijk, nu is het allemaal selfies. Ja, precies. Ja, want je moet jezelf wel horen. Ja. En als het niet comfortabel is, ja, dan is dat gewoon niet comfortabel. Maar is het niet zo dat het kantoor van Phoenix ook op de Lloydkade... Ja, dat is het hoofdkantoor. Het hoofdkantoor, ja. En dus, daar werkte je ook op dat moment? Ja, zeker. Dus hoe is dat toen gegaan? Vanuit Den Haag, dat kleine tafeltje waar we met z'n allen zaten en programmaformats ontwikkelden. Toen kregen we veel meer frequenties. Dus de frequentie in Utrecht, de frequentie in Den Haag, Amsterdam en Rotterdam. En toen was het pand aan de Lloydkade was toen ready. En toen verhuisden we allemaal die kant op. En toen werd dat het hoofdkantoor. En toen kreeg ik de schone taak, om de editie van Utrecht op te zetten. Dus dat heb ik met een team mogen doen. Dus daar ben ik nog steeds hartstikke goed trots op. En, ja. En wist je ook toenertijd dat de Lloydkade een vrij speciale plek wist ik dat? Ja, ik wist dat toen wel. Ik wist dat toen wel inderdaad. Alleen, ik was toen echt bezig met carrière. Dus ik was vooral bezig met hoe kan ik nu stappen maken in de media. Mm-hmm. Ik wil niet zeggen dat ik mijn luxe achtergrond was vergeten. Dus ik ging nog regelmatig terug naar Tiel. En ik was ook gewoon nog steeds betrokken bij verschillende projecten. Maar het was vooral mijn werk als freelancer. Mijn werk als radiomaker, als mediaman. En je zei net dat je wel ook in die periode veel bezig was met Croissant die heerste. Ja, dat was daarvoor nog inderdaad. Ja, ja. Ja, dat was een tijd waarin ik, even kijken, ik ben het eigenlijk aan het graven weer. Dat was in de tijd dat de oorlog uitbrak, Molukse jongeren in de jaren 90. Nou, we hadden laatst een podcast over gemaakt, we droegen graag bomberjacks, we hadden onze haren lang. In die podcast, hè? Ja, dat inderdaad. Op Museum Maluku staat. Klopt, op het YouTube-kanaal. Ja. Ja. We zochten elkaar op, was natuurlijk nog geen social media. En een stukje activisme kwam daar ook bij. Dus we hebben ook heel veel actie gevoerd om dat ter sprake te brengen. Dus dan moet je denken aan het Vredespaleis bezetten. Maar was dat ook niet via een forum? Er was een Djanganlupa of zo? Ja, Djanganlupa Maluku. Ja, dat is, dan praat je echt over midden jaren 90. Toen kwam internet nog echt, toen moest je nog echt inbellen. Ja, we hadden echt opa praten. Ik weet het nog wel. Ja, moest je echt inbellen. En thuis hadden we dan zo'n verbinding. Dan kon je alleen op de telefoon of op internet. Dat kon niet allebei. Kon niet allebei. Dus als ik op internet zat, dan kon mijn moeder dus niet met haar vriendinnen bellen. Mm. En de rekening was toen ook gewoon 400-500 gulden, weet je. Dat was gewoon echt niet normaal. Ja. Maar dat was wel echt het eerste platform waar Molukse jongeren digitaal elkaar konden vinden. Natuurlijk, je had ook later TMF Chat en veel later PP2G. Mm-hmm. Maar, ja, natuurlijk. Maar Djanganlupa Maluku had een forum inderdaad, had een chatbox. En daar zijn gewoon hele mooie zelfs relaties uitgekomen inderdaad. Want ja, je ontmoet elkaar digitaal. Dus op een gegeven moment stond je in verbinding met Molukse jongeren uit Zeeland en Assen. En dat was heel bijzonder. Ja. En van daaruit konden jongeren ook samenkomen in het echt. Ja, er waren een aantal meetings ook in Amsterdam georganiseerd. Of, natuurlijk. En heeft dat ook nog dan is dat ook onderdeel geweest van de acties die jullie toen zijn gaan doen eind jaren 90? Oh, dat weet ik eigenlijk niet meer. Ik weet wel dat er ook een soort van een underground netwerk was. Mm-hmm. En dan spreek je elkaar inderdaad. Ik kan me dat wel nog herinneren. Ik was 9-10 jaar oud in die periode. En toen is er een mars geweest in Amsterdam. Mm-hmm. Een stille tocht met kinderen en vrouwen. Ja. Nou, heb ik toen meegelopen met mijn moeder, mijn tantes. Okay. Ja. Ja. Ik heb wel veel indruk toen op me gemaakt. Ja, op een gegeven moment werd de Molukse gemeenschap ook wel een beetje wakker. In 1995 had je echt grote rellen op 25 april. Was die de Houtrusthal of zo? Dat is bij de Houtrusthal inderdaad. Dat was in Den Haag, was rondom de Indonesische ambassade ook. En een jaar daarop werd de Molukse jongerenvereniging, politieke jongerenvereniging, Pemuda RMS opgericht. En daar zat ik bij, samen met mij, met honderden andere jongeren. En dan kwamen we bij elkaar en dan hadden we het erover van, oké, stukje identiteit, stukje educatie, een stukje cultuur, maar vooral ook politiek. En het onrecht wat opa en oma is aangedaan, dat hield ons als twintigers enorm bezig. En dan zeker gericht op een vrije Zuid-Molukse Republiek. Daar ging het ons dan om. Is dat nu vandaag de dag nog steeds jouw ideaal? We zijn inmiddels 25 jaar verder. Mm-hmm. Kijk, ik zie hoe ik er toen in stond. Ja, dat was natuurlijk ook gewoon dat moment. Ja. En we kunnen niet twijfelen aan de rechtmatigheid van de RMS. Alleen dat heeft nu ook gewoon in de gemeenschap een andere lading gekregen. Er zijn natuurlijk gewoon groepen binnen de gemeenschap die er nog steeds hard voor gaan. Maar we moeten ook luisteren naar wat er op de Molukken gebeurt. En wat daar zich afspeelt. Zeker, het thuis gaat door. Hè? Ja, dus daar kijk ik ook graag naar. Maar ik vind wel dat een volk in vrijheid mag leven. Mm-hmm. Dat vind ik zeker, ja. Ja. Ja, het is inderdaad een wisselwerking. En op een gegeven moment, als we nu teruggaan naar Nederland.
je was freelancer, mediamaker. Je ging ook natuurlijk films maken. En daarom heb ik het over Sterk, de film Sterk, wat trouwens nog op YouTube te vinden is. En ook... Wij hebben dit gekeken. Oh my god. De film... Jonge Yunu zie je daar. En ook de film Jefta. Wat ook echt een heel bijzonder, uitzonderlijk project was. Onder de naam van Maluku Cinema. Ja. En daarna van film ging je weer over naar het maken van theater. Wat zijn die verbanden eigenlijk? Als we het hebben over bijvoorbeeld de film Jefta en het theater maken. Nou, het zegt heel veel over... ik deed dat niet alleen. Samen met mijn broertje hadden we een hele mooie grote groep mensen... om ons heen verzameld waarmee we dus dat project konden realiseren. Maar dat begon eigenlijk... Toen ik heb een tijdje gezworven ook. En toen ben ik in het buitenland beland. Toen ben ik in New York beland. En daar heb ik mezelf eigenlijk een beetje leren kennen. Dat was een periode voorafgaand waarin ik een beetje met mezelf zat. En mezelf ook een beetje in een nest had gewerkt. In de zin van schulden. Ja. Vluchtgedrag. Ik kwam in het buitenland terecht. En daar heb ik een lange periode in New York mogen verblijven. En toen ik terugkwam dacht ik van oké, ik moet even terug naar de basis. Dus terug naar mijn ouders gegaan op mijn 31ste en 32ste. Mijn broertje ook, relatie net over, hij terug. En toen zijn we gaan bouwen. En toen hadden we een zomerproject voor Molukse jongeren in Tiel bedacht. We dachten van, nou, we kunnen ook een dagjes uit organiseren naar de Efteling of een of andere pretpark. Maar we maken er een langer project van en we gaan een speelfilm maken. Nu had mijn broertje wat ervaring met telefilms. Wijster en de Punt, daar had hij in gespeeld. Mm-hmm. En ik had wat communicatieervaring. Dus ik dacht van, nou goed, als we dat bundelen, dan kunnen we vast wel een leuk project maken. En dat is het project Sterk geworden, waarin we jongeren een taak gaven. Dus niet alleen het acteren, maar ook het hele proces erachter. Dus het draaiboek maken, een stukje productie. Hoe ga je funding doen? Oké, we moeten koekjes bakken om die te verkopen. Om vervolgens geld te hebben om een camera te huren. Dat soort dingen. Ja. Dus je neemt jongeren niet mee naar alleen dat product, maar dat hele proces erachter. Dat was het uitgangspunt. Want die première, dat was in de lokale Schouwburg, in de Achttienhof. Met lokale sponsors die een limousine sponsoren en dat soort dingen. Dus dat was een hele ervaring voor de jongeren. En zo hadden ze dus 6 weken, iedere zaterdag en zondag, hadden ze wat leuks om naar uit te kijken. Ja. En het product was dan die film. Maar dat hele proces, dat was eigenlijk het leukste. Super leerzaam. Dat was het leuke eraan. Nou, die film is zijn eigen leven gaan leiden. Dus we dachten van, nou goed, wij zijn niet echt professionele filmmakers, maar dat verhaal willen we wel vertellen. En zo kwam het dat die film in verschillende arthouses werd gedraaid in Nederland. En nu inmiddels ook op internet te vinden is. Ja. Maar het ging ons echt om dat proces. Ja. Waarin je gewoon echt uitlegt van, oké, dit is community art. Het is gewoon wat je met elkaar doet. En het geeft ook heel veel zelfstandigheid en ondernemerschap. Ja, ja, absoluut. Ja. Het was nul budget. Maar met heel veel steun van mensen. Heel veel steun van ouders, grootouders, mensen die het dragen. Omdat ze zoiets hebben van, nou, dit is een community ding. Ja. En daarop volgde, nou, als we het lokaal kunnen doen, waarom zouden we het niet landelijk kunnen doen? En zo is Maluku Cinema geboren. Mm. En eigenlijk naar blauwdruk van wat we in Tiel toen hadden gedaan met Sterk. Oké, we gaan het groter aanpakken. We gaan een centraal punt doen voor de audities. We gaan wat mensen bij elkaar roepen voor een stukje productie. En zo is dat project verworden tot uiteindelijk Jefta. De film Jefta. En daar kijk ik nog steeds op terug, op een mooie tijd. Maar ook daar geldt dat het proces was een soort kunstproject ook eigenlijk. Waarin je mensen bij elkaar brengt, mensen die elkaar niet kennen. Daar zijn ook gewoon relaties uit voortgekomen. Ik zeg ja. Maar weer. Net zoals, hint, hint, Yunus en Ida. Bijvoorbeeld. Dat is maar één voorbeeld, hè. Er zijn er meerdere. Ja. Maar je brengt een groepje, maar dat gebeurt altijd. Dat was ook in mijn tijd bij Funix. Als je een grote groep 20ers bij elkaar brengt, of course komt daar wat uit, weet je. Ja, ja. Ik kijk nog met heel veel plezier daarop terug. En ik zie ook gewoon dat mensen uit die periode ook gewoon hun eigen weg zijn gaan volgen. Dat geldt ook voor mijn broertje en mij. Maar dat geldt ook gewoon voor alle betrokkenen die daarbij waarmee we hebben samengewerkt in die tijd. Waaronder een Morris Materbons. Morris Materbons. Ook als filmmaker actief enorm is. Succesvol en enorm een naam ook inderdaad. Dus S.O. Morris inderdaad. Ja, echt heel mooi. Ja. En wat ik zo mooi vind aan deze film is dat ook bij het crowdfunding
Is van daaruit ook een beetje die theatervoorstelling, het geheim van de gebroeders die Mycenae ontstaan? Min of meer, ja. In de laatste fase van die film kwamen nog geld tekort voor een stukje nabewerking. En toen hadden mijn broer en ik het idee opgevat om misschien te vertellen over dit proces. En daar een verhaal van te maken. Een soort inspirerende masterclass van oké, we zijn begonnen bij Intiel in 2010. Toen is het dat geworden. En toen is het dat geworden. En dat is dus heel erg ondernemend geweest. En toen dachten we van, misschien moeten we daar een theaterstuk van maken. En dat zouden we eigenlijk maar 5 keer spelen. Dus de eerste keer in een kleine zaal in Utrecht. Nou, dit is uit de hand gelopen. Ja, dat is echt uit de hand gelopen inderdaad. Zwaar. Ja, dat is echt uit de hand gelopen. Dus die eerste show. Ik had wel via Twitter een aantal mensen uitgenodigd waarvan ik dacht van, dit zijn mogelijke influencers. Mm-hmm. Dus ik had een aantal directeuren uitgenodigd. En een van die directeuren die tweette daarover. En dat werd weer opgepakt door Ernestine Convalius. Zij was destijds de directrice van Belmer Park Theater. Ook heel veel dank aan haar verschuldigd. En zij zei van, ik heb een groter podium voor jullie in Amsterdam Zuidoost. Ga daar eens. Dus een week later zaten we daar op de koffie. En toen zei ze, laten we het doen. En eind van die maand hadden we 2 keer een volle bak. En toen ging het los. Ja, en toen hebben we die show in dat jaar 40 keer gespeeld. Wauw. In grote theaters, ja. Cool. Ja, was echt heel. Als ik er weer aan terugdenk, dan krijg ik weer even. Kippenvel. Mijn hart maakt dan wel weer een sprongetje, omdat dat hele proces voorafgaand was ook vooral zelf doen. Dus dat zat er ook in. Mm-hmm. Zelf doen. Dus ik had helemaal geen ervaring in theaters benaderen en programmeurs en directeuren. Maar ik dacht, als zij daar willen komen, dan willen de mensen in Assen ook komen naar hun theater. En dan willen de mensen in Zeeland ook komen naar hun theater. Dus het was gewoon heel makkelijk door gewoon te bellen. Ja. Ik heb een programma. En soms komt het wel eens voor dat men zegt, maar wij hebben al Jan Dino. We hebben al iemand van kleur geprogrammeerd. Dus dat, weet je wel. Ja. Ja. En toen zei ik van, weet je wat, dan huur ik hem wel. En dan zorg ik gewoon dat hij volloopt. En dan, enzovoorts, weet je wel. Dus ik was heel. Oh, dat is wel al statement, hoor. Want op een gegeven moment ging het zo hard. En dan had je ook gewoon een onderhandelingspositie. Dat je kon zeggen van, het maakt niet uit of ik daar ben of daar ben. The people will come. Ja. Mijn mensen komen gewoon. Ja. Maar dat was ook gewoon zo. Dat is echt mooi. En ik ben gewoon heel dankbaar naar al die mensen die al die jaren zijn geweest. Want die hebben gewoon support. Hmm. Het product moet goed zijn. Laten we wel wezen. Als het bagger is wat je brengt, dan komen mensen gewoon niet. Nee. Maar het was ook voor ons een stukje reflectie. Het was humor. En mensen kwamen na afloop van de voorstelling vaak naar mijn broer en mij toe. Om hun verhaal dan ook te delen. Dus nadat je optreedt, ben je ook nog eens een keertje een uur bezig met napraten. Dat is natuurlijk super veel herkenning in jullie shows. Ja. Therapeutisch ook. Bijna wel therapeutisch. Ja. En wat ik ook zo. Was dat ook de intentie of is dat gewoon zo gelopen? Kwamen jullie daarachter door die feedback? Ja, ik denk dat we daarachter kwamen. Want het was een rollercoaster van emoties. Hè? Mm-hmm. Dus je vertelt een verhaal. Het is heel persoonlijk. Je stelt heel kwetsbaar op. Dus mensen voelen dan ook dat zij hun kwetsbare kant aan je kunnen tonen. Ja, word je benaderbaar van. Hè? Ja, ja. Dus, mijn moeder heeft ook kanker gehad, weet je wel. Ja. En dan krijg je dat verhaal. Mm-hmm. En dan staat er een rij mensen. En dan gaat de mevrouw weg met dat verhaal. En dan komt er een jongen en die zegt van, oh, ik wou dat ik dit zag toen ik 15 was. Want dit doet me zoveel met mijn Molukse identiteit. Enzovoorts. Ja. Dus al die emoties komen dan voorbij. Dus je kunt je voorstellen als ik dan naar huis rijd met de crew. Ja. Dat het dan gewoon even stil is. Precies. Dat je even moet verwerken alles. Weet je wel? Ja. Maar het zit wel. Theater zit ook wel een beetje in je bloed, toch? Want je hebt. Je had een. Hij heeft research gedaan, hè? Oma was dat ook in het theater, toch? Ja, precies. Klopt. Ja, mijn oma die heeft een theaterstuk gedaan bij Delta. Dat heet nu Delta Dua. Dat heette vroeger. Ja, is van Tante Nel. Tante Nel, inderdaad. Ja. En om Annie's. En ik ging als 12-jarige jongetje ging ik gewoon mee. Toen zij ging toeren. En mijn oma was echt een verteller. Dus die was ook echt aanwezig. En die vertelde gewoon een verhaal in geuren en kleuren. Ja, als je dat dan als jongetje meekrijgt, dan doet het je wel wat. Ja. De appel valt niet ver van de boom. Ja. Letterlijke figuren. Ja, inderdaad. Dat was een mooie speech. Ja, ook dat, vol emoties. Oh, ja, dat was ook wel bijzonder. Dat was weer vergeten. De Tweede Kamer. Hoe ben je daar zo gekomen? Want je hebt dus een speech gehouden in de Tweede Kamer vorig jaar. Klopt. Op 15 augustus. Klopt. Ik ben daarvoor gevraagd. Op een gegeven moment, als je dan ook theater maakt en je wordt directeur van het museum. Mm-hmm. Dan zit je in een bepaald netwerk. En dan is het altijd aan mij om na te denken van, oké, welk verhaal ga ik nou inschieten? Ga ik het grote verhaal vertellen van de Molukkers in Nederland? Of ga ik hem heel klein maken? Mm-hmm. En dat dan illustratief is voor die grote groep mensen. Ja. Ik heb daarvoor gekozen.
Omdat ik vanuit mijn theater ook heb gemerkt dat dat wel een hele mooie ingang is. Het is heel menselijk. En het zijn verhalen van mensen. Mm. We praten over 12.500 Molukkers die naar Nederland zijn gekomen. Maar er zijn dus ook 12.500 verhalen. Zo is het. Ja, en ik vond ook heel mooi in dat verhaal dat die doorzettingsvermogen van je oma ook terugging kwam. En ook haar politieke ambities, hoe dat ook zo is teruggekomen. Ja. Dus voor de mensen die geïnteresseerd zijn in dat verhaal, ga naar Museum Molukkers op het YouTube-kanaal. En daar kan je ook de speech bekijken. En dus, ja, het is echt een mooie vertelling. Een mooi verhaal. Ja. Wat ik ook zo mooi vond is dat je zulke gesprekken met je oma hebt gehad. Ja. Dat ze er zo vocaal over is. Ja. Er is toch best veel zwijgen en mensen die lang niet altijd zo open zijn geweest. En ik had het gevoel net die, en ik heb ook nog een ander interview met jou gelezen en bekeken, waar je ook over je oma vertelde, dat ze jullie echt veel heeft meegegeven en heel veel sprak. Ja, het voordeel was ook dat, dat ik tweetalig ben opgevoed. Mm-hmm. Dus het communiceren was heel erg makkelijk. Mijn oma vertelde ook gewoon heel graag. Onder het koken, als ik gewoon bij haar was. En dus dat was heel erg fijn. En heel uniek, heel vrij gevochten. Ja, absoluut. Vertel dat ze is gescheiden. Ze is gescheiden inderdaad. In midden jaren 80 was het natuurlijk not done in die tijd. En een tijdje bij ons ingewoond ook. En dan komt mijn opa. En dan zie je als kleine jongetje ook dat ze ruzie maken. Je opa en oma maken ruzie in het huis van jouw ouders. En dat is gewoon niet fijn. Mm-hmm. Dus dat maak je dan ook mee. Uiteindelijk zijn ze weer als lovebirds bij elkaar gekomen. Oh, echt? Wanneer was dat? Echt in de jaren 90. Maar mijn oma had die space nodig. Ja. Ze had die space nodig om haar eigen ding te doen. Ja, dat vond ik ook zo'n inspirerend verhaal. Dat een vrouw met deze achtergrond in de jaren 80 zegt, ik heb mijn eigen space nodig. Ja. Dat is zo uniek. Gevochten ook. Belangrijk ook. Binnen een cultuur waarvan het niet echt vaak wordt uitgesproken of zo. Ze ging heel makkelijk met die dingen om. Ja. Over seksualiteit. Een van mijn tantes is lesbisch. En die vertelt dan heel makkelijk van, ik belde mijn moeder op en ik kom langs. En dit is mijn vriendin. Mm-hmm. Jaren 80. En mijn oma zegt, dat is hartstikke mooi. Welkom. Ja. Terwijl het in andere families wel eens voorkwam dat er werd gebroken. Ja. Ik ga niet meer met jou praten. Maar mijn oma was niet zo. Nee, vrij open ook. Vrij open, ja. Reisde graag. Wilde onafhankelijk zijn. En ik kon niet zeggen dat mijn opa een tiran was, want dat was hij niet. Hij was een heel lieve man. Alleen ze had haar eigen ruimte nodig. Ze wilde voor haar eigen geld zorgen. En ze wilde naar United States reizen. Ze wilde naar Denemarken reizen om de carrière van haar dochter te volgen. Ze wilde naar China om het WK daar te volgen. Dat wilde ze, omdat ze... Zo'n ambities eigenlijk, hè? Ja, echt. Ja. Ja. En ze zei ook van, ik heb de oorlog meegemaakt. Ja. Ik heb de overtocht meegemaakt. 10 kinderen gebaard. Waar is de me-time? Ja. Nou, haar me-time kwam pas vanaf haar 65ste. Ja, maar super gaaf dat ze het heeft gepakt. Ja, ze heeft het gepakt. Ja, mijn oma is helaas vroeg overleden rond haar 65ste. Maar zij was ook... zij stond wel echt voor iets. Terwijl ze heel rustig was. Vrij ingetogen persoon, maar ook heel krachtig. Ze had ook hele duidelijke politieke idealen. Mijn oma is Javaans. Dus zij was wel pro de onafhankelijkheid. Maar dat droeg zij dus ook uit. En zij was ook, ze had ook een groep waarmee ze dat ambieerde hier in Nederland. En daarin had ze ook haar eigen ambities. Mm-hmm. En je hoort dat eigenlijk heel weinig. Ja. Ik heb precies hetzelfde met mijn oma. Oh ja? Dat het wel, misschien wel oh, grappig is dat we een beetje met dezelfde... zitten. Onze oma's zitten een theekransje boven. Mijn oma die is ook wel een feminist. En die zetten zich in voor de kerk, ook voor de zondagschool. Oma Palang de Lima, Matele Moual. En er is een, dit is een heel interessant beeld. Er zijn videobandopnames van haar, dat ze naar de Tweede Kamer gaat. En dit was toen in de periode van de burgeroorlog. En ze liep gewoon binnen, de Tweede Kamer. En ze wilde gewoon het gesprek aan met mensen. Gewoon van, hey, met wie kan ik spreken? Want er is een situatie daar. En dan zie je haar gewoon in het Maleis praten tegen een groepje mensen die daar werken. En dan dropt ze een paar keer de naam Koningin Juliana. En dan zie je ze ook zo kijken, zo van, wat moet ik hiermee? Ja. Dus dat is wel heel, heel mooi. En... ik denk ook heel veel dat respect van mijn oma heb meegekregen.
Maar wel inderdaad je hart volgen. En lef ook. Ja, sowieso. Gewoon binnenlopen, toch? Ja. En gewoon tegen onrecht vechten. Ja, daar was ze wel van, ja. Wat mooi dat we zo vandaag op deze gesprekken komen. Ja, zeker. Sterk rechtvaardigheidsgevoel, ja. Ja, absoluut. En Henry, op een gegeven moment ben je museumdirecteur. Dus je hebt heel veel theaterstukken gemaakt. Samen met Joshua. Klopt. En vervolgens ben je opeens directeur van Museum Maluku in 2020, geloof ik. Klopt ook. Hoe was dat eigenlijk voor jou? Die overgang van journalist, mediamaker, theatermaker, nu directeur van een museum. Nou ja, in de tijd van de producties ben je gewoon echt aan het ondernemen. Mm-hmm. Dus je bent gewoon echt aan het bellen, je bent aan het regelen. Nou goed, dat hoef ik jou niet uit te leggen. En op een gegeven moment was ik daar een soort van klaar mee. Mm-hmm. En van oké, vanaf 2010, dus nu 2019, ben ik bijna 10 jaar bezig om... Met de community ben ik bezig. En dat is lang, vind ik lang. Ook op een professionele manier. Want op een gegeven moment is het gewoon een verdienmodel geworden. Ja. Mijn kinderen hebben hun luiers kunnen dragen vanwege het theaterwerk. Mm-hmm. En hebben kunnen eten vanwege het theaterwerk. Maar op een gegeven moment zoek je ook, wat kan ik zelf nog meer? Ik kom dus uit die mediawereld, dus ik wilde daar weer terug. Dus ik werd eindredacteur van Open Rotterdam. Dat is, nou goed, in Amsterdam heb je de AT5, bij ons in Rotterdam heb je Open Rotterdam. En ik ging freelancen, dus ik ging voor wat theaters, ging wat werk doen. Gewoon wat communicatieopdrachten. En toen zei ik ook thuis van, nou, ik ben voorlopig al even klaar met Molukse dingetjes. Oh ja. Hij sprak het uit en toen... En daarom moet je echt uitkijken met wat je zegt. Toen zei oma, Ik denk niet alleen mijn oma, maar ook mijn moeder die helaas... Ja. Die zei van... want ik voelde namelijk wel van... dit is wel een moment... Oh, ik sloop hier de boel. Dit is wel een moment om op een andere manier iets terug te geven. Dus toen ik werd gebeld... toen dacht ik van oké, ik hoef niet lang na te denken. Dit wil ik wel doen. En met heel veel plezier doe ik het nog steeds. Dit wordt mijn derde jaar. Mijn eerste werkdag in 2020 was de aankondiging van de corona-lockdown. Ja. Dus ik moest gelijk op een andere manier denken van oké, museum moeten we dus niet gaan zien als naar binnen komen en kunstwerken bekijken. Maar we gaan hem virtueel inknallen. Ja. Dus zo is Bitta di Cini eruit gerold. Zo zijn de podcasts eruit gerold. Molukse dialogen. Molukse dialogen. Veel actievere content maken vanuit die collectie, vanuit dat verhaal. Dat heeft het ook gelijk verjongd, denk ik. Ja, dat denk ik ook wel. Dat is ook een bewuste keuze geweest. Want de geschiedenis is een ongoing process. Mm-hmm. We kunnen het niet alleen maar hebben over 1977 of 1951 of voor mijn part 1986. Het gaat door. En er zijn nog steeds Molukkers in 1990 en die zullen er nog steeds zijn straks in 2035. En daar gaan we over moeten vertellen. En er zijn vandaag de dag ook superveel mensen met Molukse roots, artiesten, kunstenaars. Precies, die ook een plekje mogen krijgen. Precies, en dat doen we vandaag. Ja. Dat doen we vandaag, ja. Ja, en dat komt samen. En Bitta di Cini, dat heeft wel ervoor gezorgd dat het een soort kantelpunt is gekomen. Voor zoveel mensen die wij hier spreken. Voor Noreen bijvoorbeeld, Noreen Tatoué. Ja, was het echt... echt een punt van maar dan no ik dat heel veel voorwerk ook vraagt. Want hoe ging dat proces met Bitta di Cini om er naartoe te werken? Want je moet zoveel wijken, zoveel mensen zeker. Bij elkaar ook brengen. Een shout-out naar samenwerkingspartner Beyond Walls natuurlijk ook. Dus we hebben het over die eerste uitzending van 21 maart 2021. En dat is vooral communitywerk. Dus zij hebben natuurlijk ook gewoon hun expertise. Vanuit Museum Maluku hebben wij natuurlijk ook dat netwerk. Mm. Nou, als je dat samenbrengt en je wilt... Dit standaard. Je wil hem hier plaatsen. Want tuurlijk vind ik het goed om te livestreamen. En zeker in de begindagen van livestreamen, dat ging allemaal een beetje... Nou, we weten allemaal hoe dat ging, weet je wel? Maar dat wilde ik dus niet. Ik wilde, als we gaan, dan gaan we daar. Ja. Dus dat is uiteindelijk ook de uitwerking geweest. Wat heeft het met jou gedaan eigenlijk, die uitzending? Ik ga het rechts lopen. wat het met mij heeft gedaan? Ja. Hoop gaf het mij. Hoop dat we mensen kunnen verbinden. Want je zegt het zelf net ook al. De Young Creatives ga je bundelen. Dat deden we eigenlijk in 2010 ook al. En dat gaat nu gewoon door. Alleen ik zie nu dat er grotere stappen worden gemaakt. Want de mensen met Molukse roots zitten nu op andere plekken. Ja. En dat is het generatieverschil. Hè? Ja. We hebben toch meer kansen gekregen. Waar je veel eerder een call kan maken. Ja. En dat vind ik gewoon heel fijn, dat het kan. Ja. Dus dat is een beetje het verschil. En wat het met mij doet, die hoop.
hoop op dat dat echt kan. We hebben het laten zien in het klein met sterk. Dat we gewoon met iets kleins een groot product kunnen maken met een impact. We hebben het geprobeerd te laten zien met zo'n ding als Jefta. En dat andere mensen daar geïnspireerd door raken. Ja, dat is alleen maar fijn. Want ik raak ook geïnspireerd door bijvoorbeeld hier aan tafel te zitten. Van nou ja, next level. Ik ben hier op een plek waar ook gewoon calls worden gemaakt. Weet je wel? Ja, ik door moeilijker. Ja, precies. Ja. Rio lekker top is. Sowieso. Nee, daarom. Ja. Ja. Nee, ik vond Better Disini zo bijzonder en mooi. Ook omdat die samenwerking van het Landelijk Molux Monument werd ook aangekondigd. Tijdens een livestream maakte ik ook kennis met Anjanita Kaya. Bekend als Safa Lyron. Ja. Dat vond ik ook... Dat is ook zo goed toen, hè? Ja. Dus dat vond ik zo bijzonder. En dat het ook is doorgezet, die lijn. En ik denk dat het op alle vlakken, ook achter de schermen, werd gemaakt. Het was echt voor en door Molukse mensen. We hebben daar niet andere mensen voor nodig. Wij kunnen dat zelf. Klopt. Die daadkracht die daarin zit en zo, dat vond ik wel echt heel gaaf. En het was natuurlijk ook, het bouwde op. Het was 70 jaar Molukkers in Nederland. Het was echt een soort climax of zo. Ja. Het heeft een soort deur geopend van, hé, en nu zetten we door. Nu. Het was ook het moment, ik noem het ook het officiële herdenkingsmoment, herdenkingsdag. Ja. Was de eerste boot natuurlijk die aankwam, precies. 21 maart. Ja. En dat maakte het ook gewoon heel symbolisch, ook gewoon heel mooi, dat het niet een random andere datum is, maar echt letterlijk die 21 maart. Ja, het heeft echt zo moeten zijn. Ik geloof echt heel erg in die energie en die flow die daarin zat. En dat zo samengekomen en wat er allemaal uit voort is gekomen. Ik denk dat Jerimo ook een veel groter podium heeft gekregen daardoor. Dat heel veel mensen met elkaar in gesprek zijn geraakt en nieuwe samenwerkingen zijn ontstaan. Dingen die hebben geleid zelfs tot uiteindelijk Clubhouse, denk ik, tot dit. Klopt, ja. Dat ook, ik vond ook leuk, Henry, dat jij ook participeerde in Clubhouse met Molux kwartiertje. Dat ik zat toch thuis. Iedereen zat thuis. Toen ging luisteren. Ook hoor, even de museumdirecteur spreken. Dus dat was ook wel leuk. Die laagdrempeligheid of zo op die manier. En ik denk dat wij zo ook kennis met elkaar hebben gemaakt door middel van onze stemmen. Zeker. Het was een mooie tijd ook met Molux kwartiertje. Gewoon op die manier inderdaad met z'n allen 300 man sterk of zo, volgens mij. Ja, inderdaad, Dan zat je daar ineens in zo'n room en dan, Het was heel ook heel leuk mooi. Momentum was dat. Ja, absoluut. Ja. Absoluut. Dit was een bijzonder jaar, 2021. Met nog wat venijn in die staart natuurlijk. Maar daar leren we ook gewoon van. Ja. Daar leren we ook gewoon van. Ja, ik heb er echt wel ook hiervan geleerd. Wij moesten ook onze business helemaal draaien. 180 graden. Wat ga je doen en hoe ga je het dan doen? Mm-hmm. En dan word je ook weer heel creatief van. Ons heeft het ook echt weer aangezet van, we gaan er op een andere manier naar kijken. Ja. We gaan niet stilstaan en afwachten. Ja. En dat hebben jullie ook gedaan. Klopt. En we hebben bijvoorbeeld zo'n serie gemaakt, dat heet Maju Mundur. En dan zie je dus eigenlijk gewoon twee mensen. Je kijkt over hun schouder mee en ze kijken naar een object. Piri Natsar bijvoorbeeld, of de boom vol schatten. En dan heeft men het daarover. Nou, zo wilde op die manier aantonen dat je dus het gesprek ook gewoon thuis aan kan. Mm-hmm. Weet je wel? Dus het is gewoon puur het aanjagen van het gesprek. Ja. Als het niet fysiek kan hier in het museum, dan brengen we het wel bij je thuis. Dat is een beetje het idee. En ik vind het ook wel fijn dat dat soort dingen, Molux kwartiertje, en ik denk ook deze podcast, dat gesprek erg op gang brengt. Want het was toch wel vroeger, vooral toen ik jonger was, niet in mijn gezin per se, maar ik voelde dat wel zo in mijn grotere familie, dat het dom was om iets te vragen. Dat was van, inderdaad. Oh ja, maar dat weet je toch. Of dat hoor je te weten. En nu is dat gesprek veel opener. Ja. Mensen durven veel meer te vragen en er wordt gewoon meer uitleg ook gegeven. Ja. Ik heb twee kleine kinderen. De ene is 4,5 en de oudste is 6 geworden net. En rondom Kitty Kotti, 1 juli. Mm-hmm. Nou, dan gaat de school daar wat over organiseren. En dan zegt zij, daar wil ik wat meer van weten. En dan heb je het er dus thuis over. Ja. Ja, maar waar komt opa dan vandaan? Maar waar komt Ooyang dan vandaan? Weet je wel? En dan op een hele jonge leeftijd, heb je het daar dan over? Nou, dat is heel erg leuk. Ja. En toen ik die leeftijd had, was het meer vanzelfsprekend. Want je groeit op richting in die Molukse wijk. Mm. Je ziet eigenlijk, iedere zondag en zaterdag zie je dus ook allemaal mensen om je heen die op jou lijken. Die horen dus bij mij. Maar zij groeit op met Poolse vriendinnetjes, Surinaamse vriendinnetjes, Marokkaanse vriendjes en vriendinnetjes. Ja, dat is hartstikke mooi. Mm. Weet je wel? Stellen ze ook veel vragen over hun
Molukse identiteit? Of zijn ze daar een beetje mee bezig? Nou, we proberen wel tijdens Lagu Lagu te draaien. Ja. En ik probeer wel ook gewoon de taal thuis te spreken, maar ik kom er gewoon niet aan. Dat zeg ik gewoon eerlijk. Dus ze kunnen het wel, ze kunnen tellen en ze weten wat Samat Makan is. Ja, ja, mooi. Maar je wil het meer proberen. En nou goed, het heeft ook een beetje, als mijn moeder er nog zou zijn bijvoorbeeld, die spreekt meer Bahasa dan Nederlands, dan was dat misschien iets makkelijker geweest. Maar ja, je probeert het wel mee te geven, door middel van liedjes eerst. Ja. Weet je wel? Gewoon eerst liedjes. Lagu Lagu luisteren, zelf op de ukulele wat liedjes spelen. Nou, dat soort dingetjes zijn wel leuk. Daar heb ik het ook echt meegekregen. Wij hebben ook niet Maleis gesproken thuis, maar wel de woordjes en af en toe zo'n dingen. En veel liedjes gezongen. Ja. En in mijn tijd was er wel nog echt een stichting. Dus vanaf mijn derde heb ik in de dansgroep gezeten. In de Limbe Limbe, ja. En Menari en noem maar op. Dus heel veel liedjes zing ik dus ook best wel slecht fonetisch mee, omdat ik zo klein was. Mm-mm. En het nooit echt letterlijk op papier heb geleerd. Maar daar herken ik het wel in. Of daar ken ik ook woorden in. En als ik dan daar ben op Ambon bij mijn familie. En dan valt er wat. En dan begin ik altijd het liedje te zingen. Vaak zijn het kinderliedjes. Ja, ik moet heel hard lachen. Maar dan hebben we daar weer een gesprek over. En zo herinner je het. Ja. Dus veel, ja, het doet iets met je of zo met muziek. Hè? Ja, absoluut, absoluut. Wat heb jij met muziek? Heel veel. Mijn vader had in de woonkamer altijd instrumenten staan. Was een soort knipoog van, nou, pak dat ding eens een keer en speel ermee. Ja. Mijn moeder zat in verschillende zanggroepen, dus dat kreeg je wel mee. Maar pas op mijn 13e, 14e, toen ben ik dat instrument gaan pakken en ben ik het gaan bespelen. En later in bandjes beland. En dat was hartstikke leuk. En ik voel echt een liefde voor muziek ook. Gewoon echt instrumenten bespelen. Ja, het geeft me ook gewoon heel veel plezier. Zeg ik, denk ik soms inderdaad, ik speel dus verschillende instrumenten en ik haal er altijd heel veel voldoening uit. Wat is je moeilijkste lievelingsliedje? Oh jee, wat een vraag zeg. Mijn moeilijkste lievelingsliedje? Ik zal even voor het geluid, ga ik eventjes of de muziek... Oh, we hebben het over muziek? Nou, de muziek begint te spelen op de achtergrond. In onze creatieve hub hier. Geef jou wat meer tijd. Ja, er zijn zoveel Molukse liedjes die ik echt mooi vind. Ik vind liedjes ook mooi die in de oertaal worden gezongen. Mm-hmm. Omdat ik het niet altijd versta, maar het heel erg voel. Ja, en de evergreens natuurlijk, gewoon een Bitter Beleia Jou, vind ik mooi, omdat het gaat over ontheemding, het gaat over, weet je wel. Maar ik kan niet echt één duidelijk liedje aanwijzen. Ja, misschien een pantomliedje, rasa sayang, rasa sayang, barane. Want dat brengt me een beetje terug naar mijn jeugd. En dat brengt me naar een tijd waarin ik mijn grootouders en mijn ouders zie feesten. Mm-hmm. Ja. Leuk, pantoenliedjes. Ja, dat was echt wel een van mijn ervaringen toen ik voor het eerst terugging. Ja. Dan was ik 20, zo weer. Ik ga niet zeggen hoe lang geleden. Nee, het valt een soort van mee. En toen hadden ze dus een feest gehouden omdat ik daar voor het eerst was. En ik was alleen met mijn vader gereisd die eerste keer naar Indonesië. Een hele bijzondere reis. Hij heeft me echt daar de weg laten zien. Op Java ben ik geweest, op Bali met hem en naar Ambon, waar onze familie vandaan komt. En op een avond hadden ze gewoon allemaal palmbladeren als een overdekt dakje gemaakt tussen de huizen in. En dan was er echt festa en die allemaal eten. En alle tantes hadden al de 2 dagen gekookt. En toen kwamen de ooms met de tifa's en de minumsoppie. Ja, ja, of course. En toen begon het. Yeah. De pandoens. Ik was 20, dus ik was al heel oud dat ik niet getrouwd was. En hoe kon dat toch dat ik geen kind had? En, ja, dus maar het was heel, ja, ik kon er heel goed tegen. Ik vond het wel heel grappig. Maar mijn vader moest me een beetje influisteren wat ze dan allemaal zeiden. En ik ging op een gegeven moment daar pantoens over maken. Rio is al 20 en ze is toen niet getrouwd. Ik dacht, ja, het is gewoon de manier natuurlijk om ook gewoon die messages. Het, is eigenlijk gewoon, het zijn eigenlijk gewoon freestyle battles. Ja, ontzettend. En de een wil natuurlijk gewoon, weet je, dus dat is gewoon hartstikke mooi. Zijn dan ander. Ja, ja, en die ja. kan niet dansen, want die heeft scheve voeten of die heeft dat. Ja. En die grootvader is ooit een keertje uit de Ganemangboom gevallen. Dus we schelden nog steeds uit, omdat jouw opa toen is gevallen uit die boom, weet je. Oh my god, roos. Ja, echt heel grappig. Ja, ja.
Dus dat is misschien een antwoord op je vraag. Ik denk dat dat soort liedjes namelijk ook wel een stukje cultuur manifesteren. Mm-hmm. Oké, sama-sama. Ja. We maken elkaar wel een beetje belachelijk. Maar in die end houden we echt van elkaar, weet je wel? Ja, maar die humor, dat hoort erbij. En een beetje dat zwart ook erin. Ja, dat is toch echt mooi leuk. Ja. Ja. Goed lachen. Ja. Ja, nice. En als we het hebben over het vastleggen, het archiveren en zo. Ook als museum zijnde. Je doet dat nu Henry, op de digitale manier. Als we kijken naar de toekomst. Zou Museum Maluku misschien ooit een eigen plek kunnen hebben? Of zou dat volledig digitaal gaan? Nou, ik hou dat graag open. Ik denk wel dat het mooi is als er zo'n plek is. En misschien moeten we daarvoor samenwerkingen zoeken. Nou, bijvoorbeeld zo'n landelijk monument. Daarin trekken we al best wel samen op. Mm-hmm. Ik denk dat educatie enorm belangrijk is. Ja. Kijk, je ziet die NOS op 3 filmpjes. Dat zijn gewoon explainers. Nou, ik vind dat wij dat ook wel moeten kunnen doen. Dat kunnen we ook maken. Aan de hand van onze collectie kunnen we dat vertellen. En ik ben ook echt overtuigd van dat we de geschiedenis vanuit meerdere perspectieven moeten vertellen. Dus je zegt net over je oma die gewoon een andere visie op dingen had. Nou, zo waren er ook heel veel Molukkers die aan de kant van Sukarno vochten. Nou, dat moeten we ook gewoon benoemen, want dat zijn ook gewoon Molukkers. Ja. Maar ik wil ook niet dat de geschiedenis stopt in, wat ik al eerder zei, rondom de treinkapingen of in de jaren 80. Er zijn genoeg ooms en tantes die in die tijd heel veel beeldmateriaal hebben gemaakt. Ja. En dat zouden we heel graag gedigitaliseerd willen zien. Want dat waren toen allemaal echt videotapes. Nou, het zou hartstikke mooi zijn als wij zoiets kunnen digitaliseren en kunnen aanbieden. En zeggen tegen filmmakers of documentairemakers, als je weer eens een keertje iets maakt over Molukkers, trek dan niet die band van de punt weer die uit de kast. Ja. Of dat ene jongetje dat zo uit die raam kijkt, zo, weet je wel. En dan ziet hij de Sawa's en zo. Of dan ziet hij het Hollandse landschap. Dat zijn hele bekende beelden. Maar, Hollandse Sawa. Dat wordt echt heel vaak gebruikt. Dat beeld van geen zon over grote Sawa's, maar puur vlak Hollands landschap. Weet je, dat ding. Denk ook, klinkt ook gelijk zo'n oude radiostem bij. Dat, hè? Weet je wel. Ja. Dan heb ik liever dat we ook dat narratief ook gewoon van andere kanten laten zien. Heb je erover nagedacht, Henry, om misschien met Filmmuseum AI te spreken? Nou, we spreken nu eerst met Beeld en Geluid. Beeld en Geluid, ja. Daar zijn we nu mee in gesprek. Ja, ja, want wat je zegt over die filmfragmenten, er zijn heel veel documentaires die ook gewoon onvindbaar zijn. Die ook op 16 mm zijn geschoten. Die je gewoon nergens kan vinden. Mm. Dus ja, ik hoop echt dat zo'n museum Maluku dat allemaal kan vastleggen. En dat een soort centraal punt wordt. Want jullie laten die culturele geschiedenis zien. Maar jullie maken het ook soms pragmatisch. Net als Maluku Atlas eigenlijk, weet je. Dat is ook vanuit het museum, Moluks Historisch Museum, ontstaan. Is nog aan een update moet hij nog krijgen. Ja, maar, misschien een app of zo? Wellicht. Het kost allemaal geld. Ja, inderdaad. Maar ook een voorloper daarin is Jefta Patikawa, die met zijn project Verloren Banden ook al binnen dat Vazense dat heeft weten te digitaliseren. En dat gewoon voor de toekomst gewoon heeft gewaarborgd, geborgd. Nou, dat zou hartstikke mooi zijn als we dat gewoon op meerdere plekken kunnen realiseren. Ja, heel mooi project om dat, absoluut, dat lokaal zouden kunnen uitrollen. Bijvoorbeeld, ja. Want vergis je niet, in al die lokale archieven en stadsarchieven. Ik ben bijvoorbeeld in Tiel, waar ik dus vandaan kom, heb ik gewoon op de site gekeken naar Google dan gewoon Molukkers op die site. Er komen allemaal foto's uit van inderdaad die lokale kranten die ik dus niet kende. En daar ontdekte ik gewoon mijn opa en mijn oma en mijn papa Arnie. Die zag ik op een demonstratie in Tiel met een spandoek. Nou, dat zijn gewoon mooie pareltjes, als je die kunt vinden. Ja. Ja, en mooie foto's ook. Ja. Ik geloof dat er is ook een Molukse fotograaf. Ik hoop dat we hem ook een keer in een podcast krijgen. Een meneer die heel veel foto's heeft gemaakt, ook van hoe wijken werden gebouwd. Een Molukse man. Misschien voor in de toekomst, Rio. Dat we hem ook te gast hebben. Met Molukse Takkie. Want hij heeft denk ik bijna iets van 70% of zo, wat je kan vinden in het beeldarchief, heeft hij gefotografeerd. Oh, echt? Met zijn analoge camera, ja. Dat zijn vooral zwart-wit foto's. Maar dat kan je ook zien in de omschrijving. Dan zie je ook zijn naam een aantal keer. Oké. Ja, er is een bekende fotograaf, maar die is helaas overleden. Ik heb het over een fotograaf die nog in leven is. Okay. Ook omdat ik met hem contact heb gehad op Facebook. Even niet op zijn naam. Ik kan niet op zijn naam komen, maar daar kom ik later misschien wel op terug. Ja.
Dus er wordt heel veel vastgelegd. Ja, ja inderdaad. En we leven in een tijdperk waarin de digitaliteit echt belangrijk is. Dus daar moet je gewoon in mee. Sterker nog, daar moet je eigenlijk gewoon in voorlopen. Ja, en ook, dus kijk naar andere musea. Maar ook die wat je zegt, hè, die samenwerkingen. Bijvoorbeeld wat je hebt met het museum Siwa Lima, geloof ja, ik. Ja. Dat is op Ambon. Ja, dat is op Ambon, ja. Inderdaad. Nou, dat is een museum waar we mee samenwerken sinds vorig jaar. Nou, vanwege corona hebben we nog niet echt gewoon goed kunnen uitwisselen. Maar de wens is bijvoorbeeld om collecties met elkaar te overleggen. Ze hadden een opening ter herdenking van Marta Christina. En toen hebben ze foto's uit onze collectie gebruikt in de hal. Dus dan zie je een barak uit Vught. Je ziet de Lubbers Metiari overeenkomst. Molukse jongeren in een kamp. Nou, die hebben gewoon op Ambon. In het Museum Siwa Lima is dat daar tentoongesteld. Nou, dat vinden we hartstikke mooi. Zodat men daar ook kan zien hoe men hier is opgevangen. Want niet iedereen weet dat. Nee. Op Maluku. Nee, zeker niet. Ja. 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 Dus dat is ook een interessant vraagstuk. Wat weten ze daarvan, hoe het hier is gegaan? Hè? Nou, wat we zagen na Bita di Sini was heel veel uit Maluku vragen van oké, hoe zit dit en hoe zit dat en hoe zit dit? Dus ja, je probeert daarin die samenwerking te vinden. Dat is ook de reden waarom we later ook in de basis Indonesië hebben vertaald. En dat leverde gelijk tienduizenden meer views op. En nog belangrijker, vragen. Ja. En die hopen wij dus te kunnen beantwoorden. Ja, supermooi, want daardoor krijg je kennisoverdracht vanuit nieuwsgierigheid. Beter kan je het eigenlijk niet hebben. Ja, ja, absoluut. Absoluut, ja. Ja, en ik vind ook heel, heel mooi dat bijvoorbeeld als we het hebben over die kennisoverdracht, dat ook zo'n monumentale status heeft met zo'n monument. Want dat idee is ook ontstaan door de walk, zeg maar, die je deed samen met Joshua Timisela. Toen, zou je daar misschien even kort kunnen samenvatten? Wat is de walk precies? Nou, we hadden een promotiestunt bedacht. Ja. Namelijk, we wilden, en dat was toen 64 jaar Molukkers is in Nederland. Toen hadden we deze film gemaakt. En toen zeiden we, weet je wat, we pakken een momentum. Namelijk rondom 21 maart. En dan gaan we lopen vanaf Tiel naar de Lloydkade in Rotterdam. En dat moet dan media aandacht genereren. Dat heeft het ook gedaan. Want het bereikte zelfs het ministerie van Binnenlandse Zaken. En minister Plasterk liep mee in die walk. En we liepen vanuit Tiel en op een gegeven moment kwamen we in Krimpen aan. En daar hadden we gezegd, daar kan de grote groep aansluiten. En toen zijn we inderdaad die walk gaan maken vanuit Krimpen, Kapelle aan de IJssel naar de Lloydkade. En toen heeft een lokale werkgroep, dat was toen werkgroep Samen, en dat is nu het Landelijk Molukkers Monument geworden. Mm-hmm. Die hebben dat opgepakt en die hebben gezegd, wij gaan dit stuk jaarlijks doen. Dus ik kwam op het idee op dat moment toen ze de Lloydkade passeerden om daar een monument te laten komen. Ja. Dat gebeurde allemaal op dat moment. Ja. Ja. En toen zijn zij zich gaan inzetten en hebben ze een stichting opgericht. The rest is history. Althans, bijna. Bijna. Almost. Bijna. Almost. Bijna. Zijn we bijna. Ja, 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 ja. Ja, dus mooi. Ik ben ook heel erg trots op hen. Dus shout-out Werkgroep Samen. Shout-out Landelijk Molukkers Monument. Heel veel shout-outs, hè? Ja, zeker. Ja, moet. Dat moet. Alleen maar shout-outs, ja. Want het gaat ook om verbinding en dat we het samen doen en dat het niet verdeeld is. Ja. Ja. Klopt. Ja. En er zijn twee ontwerpen. En die komen, denk ik, op het moment als de podcast online is, komen die ook online. En dan kan je als luisteraar van Molukse Talkie of als kijker van deze YouTube-video, kan je het bekijken op een YouTube-kanaal. En dan kan je het terugzien. Want dan zie je de kunstenaars ook spreken van waarom hebben ze eigenlijk gekozen voor het ontwerp. En wat is de voorbereiding. En één ding hebben ze gemeenschappelijk. Is dat het teruggaat naar de decolonisatieperiode. Echt indigenous. Dus dat een monument heeft wel inderdaad. Indigenous vibe. En dat is heel belangrijk. Ja, we hebben het stiekem al een beetje gezien. Maar ga het zien, ga het kijken, ga het checken. Nu is het wel online, dan kon je het wel kijken. Tik in Landelijk Molukkers Monument en dan moet het wel goed komen. Op een Insta zag ik ook al wat plaatjes inderdaad. Klopt, zijn twee afbeeldingen ook te zien, ja. Ja. En gaan jullie binnenkort nog iets bijzonders doen met het museum wat we in de gaten moeten houden? Nou, vorig jaar heeft heel veel druk op ons gelegd vanwege de 70 jaar. Ja. En nu hebben we er eigenlijk een beetje voor gekozen om het een beetje intern te houden. Want we hebben heel veel dingen die we nog intern moeten doen. Bijvoorbeeld die hele grote de collectie van 20.000 objecten, ja, die zitten nu gewoon in een container en die moeten we dus echt uitpakken en afstoffen. Sommige dingen moeten we wegdoen, sommige dingen moeten we digitaliseren. Het is niet alleen papierwerk, het is niet alleen archieven van, nou, noem ze maar op,
Manusama, Nikulu, belangrijke archieven. Maar ook archieven uit de jaren 70, 80, die willen we digitaliseren. Dus we zijn echt daarmee bezig. Objecten willen we 3D-scans van maken, zodat we uiteindelijk een beetje kunnen werken richting virtuele museum. Ja. Dus daar zijn we druk mee bezig. En zo nu en dan doen we een publieksprogramma. Dus we hadden in mei hadden we een thema over Patimura. En er staat nog iets op stapel met beeld en geluid. Omdat we toch een beetje richting audio-video gaan. En dat is hopelijk eind van het jaar. Maar nu is het echt heel belangrijk dat we die collectie heel goed hebben. Ja. Zodat we voor de toekomst nog beter geëquipeerd zijn, weet je wel. Ja. Mooi. Ja. Mooi werk dat je doet. Nou ja, die doet niet alleen. Nee. Een heel mooi team. En wat ik ook wil, nog een shout-out naar mensen die dus ook schenkingen doen. We hebben een schenking gekregen van een mooi gouden bord uit Babar. Uit 19 zoveel. Dat is gewoon, die mogen we nu in onze collectie opnemen. Mensen schenken ons spullen uit Maluku. Mooie tassen, maar ook gewoon fotocollecties. Dus dat vertrouwen, mm-hmm. Ja, daar ben ik gewoon enorm dankbaar voor. Dat mensen zoiets hebben van, oké, het is goed werk wat jullie doen. Neem het in beheer. En laat het aan de grote publiek zien. Ja. Nou, dat is een beetje waar we nu mee zitten. Hou het levend, hè? Ja. Vertel ons verhaal. Ja, absoluut. En hoe kan je Museum Maluku ondersteunen of helpen? Nou, door vriend te worden natuurlijk. Dat kan via de website. We hebben een nieuwe donatiepagina. QR-code, alles, ideal, check. €25 per jaar steun je ons werk. Daarmee heb je gratis toegang tot Museum Sophiahof, waar we nu een expositie hebben staan. En volgend jaar hebben we ook een heel mooi traject met vierde generatie kunstenaars. Mag ik nog helemaal niks over vertellen eigenlijk? Ik denk dat mijn team een beetje kwaad wordt. We hebben niks gehoord. Niks gehoord. Maar het gaat over next generation, omdat ik het echt belangrijk vind dat die het pakken. Ik heb nog één vraag en één tip. Mijn broertje heeft meegedaan in Tracing Your Roots. Okay. Dat is natuurlijk met Molukse en Indische mensen. Ja. Is dat niet ook iets waar Museum Maluku mee samen zou kunnen werken? Zeker. Tracing Your Roots is een heel mooi project. En we staan ook in contact met Centrum Bureau Familiegeschiedenis. Waarin we dus bijvoorbeeld ook Molukse achternamen gaan uitdiepen en onderzoeken waar dat vandaan komt. Oh, gaaf. Dus, maar dat is allemaal volgend jaar. Ja. Ik ga hem echt gewoon heel erg kort houden. Ja, een beetje maar dat hoort er wel bij. Nee, dat is heel goed. Ik wil dat graag delen, want ik vind het heel mooi. Dat is heel goed. Ja. Ja, alleen we gaan het dit jaar nog niet doen. Nee. Maar het komt. Ja, klinkt het nou streng? Nee, toch? Nee. Beetje anticipatie. Er moet ook nog wat zijn. Om, Mensen moeten we een beetje verrassen. Ja. Er is ook wel gegeven. Maar ik vind het echt een leuk gesprek. Nou, fijn. Jij bedankt, Henry, dat je bent gekomen. Ja. Ja, dan was dit de cue om af te ronden. Nee, toch? Helemaal niet. Hoeft niet. We zijn niet zozeer tijdgebonden, hoor. Dat maakt niet uit bij de podcast. Heb je misschien vragen voor ons? Ik heb natuurlijk gewoon al een aantal gasten hier gezien. Derde en vierde generatie. Volgens mij soms ook wel een tweede generatie. Ja. Dacht ik ook, inderdaad. Ja, eigenlijk nu niet. Ik vind het hartstikke mooi dat jullie gewoon per seizoen weer mooie afleveringen maken in een hele mooie omgeving. En niet altijd de usual suspects uitnodigen. Nee, ja, dat is wel echt een beetje wat we doen. Ja. Maar hoe we het doen is heel organisch. Dus echt wie op ons pad komt, daar geloven wij heel erg in, dat het dan moet zijn op dat moment. Ja, dan ga daar vooral mee door. Ja. Want ik had ook zoiets van, oké, nu ga ik hier zitten. En ik had eigenlijk ervoor gekozen om niet meer zoveel achter de microfoon te zitten en die camera op te zoeken. Maar dat hoort ook wel een beetje bij het werk wat ik nu doe. Maar ik vond het in ieder geval echt een eer om dit met jullie te delen. Ja. Ja, bedankt. Het was ook een eer voor ons om jou hier te hebben. Je doet zoveel mooie dingen, Henry. Je hebt zoveel. Je betekent gewoon zoveel voor zoveel mensen die luisteren en kijken. Het is een impact dat echt gaat echt jaren na dit gesprek. Dus dat je maakt jezelf wel onsterfelijk eigenlijk. Ja, je bent echt een kaarttrekker, denk ik, in wat je doet. Ook samen met je broer. Ja. Ik heb. Kijk, mijn broer is nu zijn solo carrière gestart. En ik heb nu dit pad gekozen. Dus ook daar is het mooi om te zien dat we ook gewoon eigen personen zijn, inderdaad. Hè? Ja. Het komt nog wel eens voor dat ik op een Passamallam loop. En dat mensen tegen mij zeggen, was echt goed optreden, man, in Amsterdam. En dan zeg ik, dat is die andere, weet je. Ja. Maar ja, ik kan wel zeggen dat ik zeker. Ik heb me altijd wel in willen zetten voor de gemeenschap. Ook toen ik nog in Tiel woonde. Maar dat toen met dat project Sterk, toen dat begon. Toen had ik wel zoiets van. Dit vind ik echt leuk om te doen.
En ik heb ook gewoon geprobeerd om te kijken naar een stukje ondernemerschap. Want vaak is het vrijwillig. Vrijwillig werk, weet je wel. En dat is ook allemaal goed, want je doet het vanuit je hartie, weet je wel. Maar op sommige punten kun je ook zeggen van, nou goed, als we nou deze markt op deze manier benaderen, ja, dan kunnen we ook gewoon gaan ondernemen. En dan kunnen we er ook een boterham aan verdienen. En zo vind ik bijvoorbeeld supporting Molukse business, vind ik gewoon heel erg belangrijk. Ja. Dat we gaan zoeken naar Molukse ondernemers. En dat we die dan supporten, want ik ben daar zelf ook heel erg dankbaar voor geweest. Weet je, dus wat ik vertelde over die luiers en dat eten, ja, dat heeft gewoon te maken met ondernemen. En dat de Molukse mensen dus allemaal dat kaartje kochten, zodat we konden gaan. Ja, maar dat betekent ook dat jij dus al je energie kon focussen op dat project. Ja. En je daar helemaal voor kon geven. Ja, ja. Dus als ik bijvoorbeeld een Molukse modemerk zie, dan denk ik van, ja, die trui ga ik gewoon kopen. Want misschien kan zijn dochter nu wel naar tennisles, bij wijze van. Ja. Weet je, support elkaar daarin. Mm-hmm. Dus ik vind dat het nu echt heel mooi gebeurt. Ik zie heel veel Molukse ondernemers ook. Dus dat zou ik vooral willen blijven supporten, inderdaad. Ja. Ja, dus blijf elkaar supporten. Dat? Ondersteun elkaar, ja. Help elkaar en leg het vast, leg je cultuur vast. Ja. En blijf erover praten, buiten, ja. Maar ook thuis. Zeker, benoem elkaar. Ja. En vertel je verhaal, klein of groot. Of dat nou in een theekrantje is of tijdens een verjaardag. Er zijn altijd mensen die wat vragen aan ons. Van, hé, waar kom je nou eigenlijk vandaan? Wat doe je? Mm-mm. Het zit al zo klein. Zoals jij eigenlijk jouw speech zo klein hield bij de Tweede Kamer van Nederland. Mm. Dat is het effect wat je zelf kan brengen aan tafel. Ja. En dit is pas het begin. Ja. Iedere keer weer opnieuw is het een begin. Ja. Trimakasi, bedankt. Jullie bedankt. Dankjewel dat je er was. Dankjewel. En je kan Museum Molukse volgen op Instagram. En waar kunnen we jou volgen of in de gaten houden? Ja, mijn voornaam, punt mijn achternaam, Henry.Timicele. En ik maak ook stories af en toe. Dat moet ook een beetje vanuit mijn functie. Nee, ik vond het, toen ik nog veel speelde, toen maakte ik enorm veel stories. Want ja, goed, dan ben je gewoon in die game en dan ben je gewoon bezig. Maar nu probeer ik echt gewoon inhoudelijk goede content ook te maken. Maar daar kom ik niet altijd aan, omdat ik best wel druk ben. Nee. Ja. Maar dat komt wel goed. Ik heb daar vertrouwen in. Ja. Absoluut. Ja, dus ik ga straks ook een behind-the-scenes foto maken. Oh, dat kan niet meer. Het is afgelopen. Oh, nee. Misschien dat jij... Okay. We kunnen eentje faken. Manoa hebben we hier. Kan ik even hier staan? Ja, je maakt even een beeld. Die maakt vandaag onze behind the scenes. Zo naar hem, hè? Ja, ja. Seizoen 1. Seizoen 2. Zo doen we dat. Komt allemaal samen. Nou, Trimakasi, bedankt. Ja, jullie bedankt. Serieel, Trimakasi. Dankjewel. Bedankt voor het luisteren en kijken naar deze aflevering. Wil jij doneren? Check dan de link in bio op Instagram Molukse Takkie. Doneer. Trimakasi. Dan sampai jumpa. Tot de volgende keer.